Een hele goede dag, lieve kijkers. Vandaag ga ik zoete aardappelfrietjes maken met heerlijke gekruide rijst als side dish voor een simpele lunchpakket of gewoon lekker om te genieten voor lunch of avondeten. Deze maaltijd is glutenvrij en uiteraard veganistisch. Super simpel om te maken en je hebt niet zoveel ingrediënten nodig. Deze maaltijd valt onder budgetmaaltijd, dus zo zie ik het in ieder geval. Omdat de ingrediënten overal te verkrijgen zijn en niet duur zijn. En het is ook super tijdbesparend om dit gerecht te maken. Voor 1 à 2 personen heb je 1 middelgrote zoete aardappel nodig. Maar je kan uiteraard een nog grotere zoete aardappel nemen of een hele kleine zoete aardappel. Hangt er vanaf hoeveel jij wilt eten of met hoeveel jullie zijn, etc. Nou, schil de zoete aardappel met een simpele dunschiller. Daarna snijd je de zoete aardappel in frietvorm. Je mag dikke of dunne frietjes ervan maken, wat jij zelf wilt. Nou, de zoete aardappelknol is in het algemeen steviger dan de gewone aardappelknol. Dus je moet wel extra kracht zetten en een goede scherpe aardappelmes hebben. Pas wel op met je handen. Optioneel, je mag verse kruiden toevoegen bij de zoete aardappelfrieten of gedroogde Italiaanse kruiden mag ook. Nou, ik ga ze beide toevoegen voor dat heerlijke restaurantwaardige vibe, smaak. Nou, ik gebruik een klein bosje selderij, een klein bosje peterselie. Snijd beide super fijn. En voeg de hoeveelheid toe dat je wilt, niet te veel. Daarna voeg ik een snufje zwarte peper, ook optioneel. Ondertussen doe ik een zakje basmati rijst in gekookt water. Doe een scheutje milde olijfolie. Voeg Himalaya-zout of zeezout naar smaak toe. Nog een klein beetje verse kruiden erbij. Ik voeg Provençaalse kruiden. Mocht je alleen Italiaanse kruiden hebben, mag ook uiteraard. En ik meng alles tot één geheel. Je mag het met je handen doen, met een lepel doen. De lepel gaat een beetje moeilijk, dus ik ga het lekker met mijn handen doen. Goed, ik heb mijn pizzaoven tevoorschijn gehaald. Uiteraard kun je ook je gewone oven gebruiken. Mijn pizzaoven is gewoon lekker compact, lekker handig en super gemakkelijk en bakt ook veel sneller. Goed, ik ga eerst even de bakpapier erop doen. Verdeel de zoete aardappelfrieten netjes
over de bakpapier heen. En dan laat ik het voor 10 minuutjes bakken tot de zoete aardappelen heerlijk krokant worden. Ondertussen is mijn basmati geurrijst klaar. Doe ongeveer 2 eetlepels sojasaus. Een klein beetje geroosterde sesamzaadjes of zwarte komijnzaadjes. Een beetje verse kruiden, platte selderij of platte peterselie. Voeg koud geperste olijfolie toe of amandelolie, avocadoolie, lijnzaadolie, wat jij lekker vindt. En meng alles tot één geheel. Voeg ook Himalayazout of zeezout naar smaak toe. En optioneel, je mag ook ketchup manis erin doen voor een heerlijke, lichte, zoete smaak. Mijn gekruide zoete aardappelfrietjes zijn klaar. Wat zien ze er toch heerlijk uit. Nou, het hele huis ruikt super lekker. Dus nu is het tijd om mijn lunchpakketje voor te bereiden. Goed, ik begin met de rijst. En daarna de zoete aardappelfrietjes. Die doe ik er netjes naast. En voilà, mijn handige bestek erin. En klaar om mijn lunchpakket naar kantoor mee te nemen. Super gemakkelijk, toch? Je kunt ook extra sla erbij doen, een beetje saus. Kijk maar wat jij lekker vindt. Maar je kunt uiteraard dit geweldige maaltijd lekker thuis eten, als lunch of dinner. Het vult echt super, dus dit kun je voor 2 dagjes eten. Bij de zoete aardappelfrietjes ga ik veganistische mayonaise toevoegen. Ketchup mag ook. Je kunt ook veganistische knoflooksaus toevoegen op de rijst en op de zoete aardappelfrietjes. Nou, ik ben echt super benieuwd hoe dit gaat smaken. Nou, ik heb hier een zakje bladsla. Ik vind het super lekker om het te combineren met rijst en mijn zoete aardappelfrietjes, zodat het een beetje op een lumpia of wrapje lijkt. Heerlijk, dit is echt gelukt. Deze combinatie is goddelijk. Heerlijk. Je moet het echt proberen. Prima. Vind je deze video leuk en informatief? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En ben je nog geen abonnee op mijn fantastische kanaal veganlounge.nl? Klik hieronder op het rode knopje. Klik daarnaast op het belletje, want zodra ik weer een fantastische video voor jou heb, dan krijg jij uiteraard een notificatie. En dan wens ik je een super, super mooie dag. En tot de volgende video. Dag. Never, never be controlled by 3 things. Your past, money, and people.
Normalize saying no without needing to over-explain yourself.